Zeker. Parkeerplekken zijn bewoningen belangrijk, maar het gaat natuurlijk vooral, wat je al zei, vooral om het bouwen van die woningen. De woningmarkt zit enorm op slot, dus er is wat ons betreft maar één oplossing voor. Dat is bouwen, bouwen, bouwen. En als het aan ons ligt, vooral voor jonge mensen, voor ouderen die naar een kleinere woning willen en voor mensen met een middeninkomen. En dat doen we met inderdaad die 300 woningen per jaar. Het was nu steeds gemiddeld, hè. Dus ergens aan het eind van deze 4 jaar kwamen er opeens heel veel. Maar ja, om die druk op te lossen zul je consequent bij moeten bouwen. En dat willen wij daarnaast ook nog doen met een tijdelijke woonwijk met 200 woningen die je snel kunt krijgen. Ik zag er staan 200 tijdelijke appartementen. Klopt, ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er is heel veel mogelijk qua techniek. Dat zijn soorten woningen die je eigenlijk kant en klaar kunt neerzetten, die 10 tot 15 jaar blijven staan. We hebben nu als locatie naast Molenvliet in gedachten, tussen de Volkstuinen en het Weidepad. Maar het zou ook ergens anders kunnen om echt die druk op de woningmarkt even te verlichten. Ondertussen moeten we ook gewoon echt de permanentere woningen bijbouwen. Maar dat zou wat ons betreft een oplossing zijn om die je ook snel kunt realiseren, om daar verlichting bij te bieden. Dat klinkt dus een soort prefab woningen of containers. Of wat moet me daarbij voorstellen? Ja, het moet er natuurlijk wel een beetje goed uitzien. Maar er zouden bijvoorbeeld jonge mensen, studenten die uit huis willen, of mensen die door een scheiding andere woonruimte nodig hebben, die zouden daar uitstekend terecht kunnen. Oké, en dat is dan huur, neem ik aan? Ja. Maar ik zeg ook wel dat jullie zeggen, ja, we willen ook wel dat de Woerdenaren eigenlijk eerder aan de beurt zijn voor een woning dan mensen van buiten Woerden. We willen ook bepaalde beroepsgroepen voorrang gaan geven. En we willen vooral de statushouders geen voorrang gaan geven. Klopt dat? Dat is wel, vond ik wel een stevig item. Dat is een goede samenvatting. Klopt, landelijk is er nu wetgeving in ontwikkeling om die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld starters, hè, mensen die dus net beginnen en op zoek zijn naar een huis op de woningmarkt, dat je die voorrang kunt geven tot een bepaalde vaste koopprijs van een woning. Daar willen we gebruik van maken. Je kunt ook 30% van al je woningen nieuwbouw kun je toewijzen tot een bepaalde prijsklasse aan mensen die uit Woerden komen. Ook daar willen we gebruik van maken om te bouwen ook voor Woerdenaren en natuurlijk ook voor onze dorpen. En inderdaad, de statushouders, wij vinden het heel lastig uit te leggen dat als de wachttijden zo lang zijn, dat mensen die een verblijfsvergunning hebben hier mogen blijven in Nederland, die moeten ook een plek hebben om te wonen. Daar staan we vierkant achter. Maar we zeggen wel, geef ze dan niet helemaal voorrang op die wachtlijst, dat iedereen gelijk op nummer 1 staat, maar laat ze net zo lang wachten als ieder ander. Waar moeten die in Woerden komen te staan? Nou, we hebben tot 2040 gelukkig nog heel veel locaties in de stad. Met als belangrijkste natuurlijk de poort van Woerden rondom het stationsgebied. Met eerst de woonwijk Snelle Poort, waar heel veel huizen gaan worden bijgebouwd. En daarna in het stationsgebied zelf ook. En op Middelland, waar nu nog heel veel kantoren leeg staan. Dus daar kunnen we voorlopig nog wel vooruit in Woerden. En wat ik al zei, wat ons betreft gaan we daar echt heel snel bouwen. Sneller dan nu het geval is voor starters, voor ouderen en mensen met dat middeninkomen. De betaalbare koop- en huurwoningen. En in de dorpen zullen we ook moeten gaan kijken of we toch in het groen en het weiland kunnen gaan bouwen. Omdat daar niet zo heel veel bouwlocaties meer zijn. En wij er als VVD wel voor willen zorgen dat jonge mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. En dat daar ook het dorp. Dus de jongeren uit Harmelen, die kunnen straks naar de Harmelerwaard. Niet naar de Harmelerwaard per se, dat is nou precies een scherpe vraag. Van de Harmelerwaard zeggen wij, houd dat nou als buffer tussen Harmelen en Utrecht. Zorg dat Harmelen niet vastgroeit aan Utrecht, maar er staan nu ook al wat huizen. Dus op hele kleine schaal zou je best wat woningen kunnen neerzetten, maar zeker niet grootschalig. Nou ja, in de afgelopen jaren zijn er natuurlijk door de zittende coalitie zijn er allerlei keuzes gemaakt waaraan het geld is uitgegeven. En op een gegeven moment zijn daar tekorten ontstaan en dat heeft toch echt gevolgen gehad voor het onderhoud van de openbare ruimte. Okay. En wij leggen daar toch echt de prioriteiten anders. Nu hebben we nog een vrij complex systeem waar je alles gescheiden moet inzamelen. En wij pleiten heel erg voor een principe van nascheiding. Dus doe alles behalve je papier in één bak. En tegenwoordig kunnen we dat in de afvalinzameling met robots zo goed uit elkaar halen dat het en voor het klimaat beter is en voor inwoners ook makkelijker. Maar we hebben toch al een systeem in Woerden dat hoe minder afval je inlevert, hoe minder je hoeft te betalen? Zeker, maar het gaat niet alleen over hoeveel je moet betalen. Het gaat ook over hoe makkelijk is het om afval te scheiden. En je ziet dat inwoners dat nu, als je dat aan mensen zelf overlaat, toch niet altijd even goed gaat. En er zijn andere partijen die zeggen, we willen heel erg verminderen hoeveel afval we hebben. Wij zeggen, maak het voor mensen nou zo makkelijk mogelijk om hun afval kwijt te kunnen. Voorkom je ook zwerfafval mee, dus met dat systeem van nascheiding. Oké.
Want het is niet zo dat jullie zeggen mensen moeten minder afval gaan produceren. Nou ja, dat kun je wel heel actief gaan roepen als gemeente, maar ik zie het nog niet gebeuren. Dus wat je dan krijgt, zeker als je daar nog maatregelen aan gaat hangen, hè, van als je het minder vaak aanbiedt, krijg je geld terug. Ja, dat mensen of niet meer naar de milieustraat kunnen, omdat dat ze daar bepaalde soorten afval niet kwijt kunnen. En dan belandt het op straat. Nou, dat is ook iets wat we niet willen, juist omdat, wat Simone ook zegt, een buurt schoon en fijn moet zijn. Dus wat ons betreft zo makkelijk mogelijk maken en niet al te veel ingewikkelde regels. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat de gemeente zelf een spoedeisende hulp op kan zetten of een huisartsenpost kan bemannen. Maar de gemeente heeft natuurlijk wel een belangrijke rol in de gesprekken die er gevoerd worden met alle verschillende zorgaanbieders. Je kunt dus partijen bij elkaar brengen en daar gewoon actief je best voor doen. Daarnaast is het ook zo dat op het gebied van het bestemmen van het ziekenhuisterrein, daar hebben we nog wel iets over te zeggen. En ja, op het moment dat we nu zeggen van zet het hele ziekenhuisterrein maar vol met woningen, nou ja, weet je in ieder geval heel zeker. En dan komt daar nooit meer een spoedeisende hulp terug. Dus ook dat is wel een punt waar je eventueel dus toch nog afspraken kunt maken met de zorgaanbieders. Maar ik denk dat het vooral dus op het gebied van lobbyen en mensen bij elkaar brengen ligt. Oké. Maar dan is succes niet gegarandeerd. Succes is nooit gegarandeerd, maar je kunt je er in ieder geval denk ik wel meer voor inzetten dan in de afgelopen periode is gebeurd. Een huisarts heeft natuurlijk vaak maar weinig tijd om iedere jongere goed te zien. En dan zie je dus ook vaak dat jongeren toch al sneller naar duurdere voorzieningen worden verwezen. Terwijl dat lang niet altijd nodig is. En die POH, GGZ, die kan een hoop druk wegnemen eigenlijk. En veel gezinnen op een laagdrempelige manier al verder helpen. En dat is een hele goede ontwikkeling. En ik vind het ook belangrijk dat we daar in de toekomst ook meer op in gaan zetten. Oké, maar hoe kunnen wij als gemeente zorgen dat een huisarts zo iemand in dienst gaat nemen? Of zo iemand... Het is nu al zo dat er vanuit het Rijk middelen zijn gekomen om de jeugdzorg te versterken. En dit is een van de maatregelen die je daarvoor in zou kunnen zetten. En je zou dat dus als gemeente ook met financiën kunnen ondersteunen. Oké. En dat is een beetje om te voorkomen dat jongeren echt in de hele zware jeugdzorg terecht moeten komen. Ja. Die wij als gemeente ook moeten betalen. Dat klopt. Ja. Belangrijk dat je gewoon vroeg ingrijpt en zorg op maat biedt, maar wel inderdaad waar het kan ook gewoon lichtere zorg aanbiedt. In de afgelopen coalitieperiode is er heel lang het credo geweest, we gaan in 2030 klimaatneutraal worden. Nou ja, dat was natuurlijk op voorhand al duidelijk dat dat niet kon, maar toch is al het beleid daar in eerste instantie op gestoeld geweest. Gaandeweg is ook wel duidelijk geweest dat dit een compleet loze ambitie was en zijn we langzaam maar zeker teruggezakt naar het niveau wat ook gewoon de landelijke overheid aanhoudt, namelijk klimaatneutraal in 2050. En ik denk juist op het moment dat je doelen stelt die ook haalbaar zijn, dan kun je ook daadwerkelijk stappen maken. Maar op het moment dat je van plan bent, dat je hele grootse plannen schetst, waarvan van tevoren al duidelijk is dat het niet werkt, ja, daar gaan mensen niet harder van lopen. Je kunt ze veel beter perspectief bieden. Van dit zijn de stappen die je nu kunt nemen. Hier haal je nu direct winst mee. En dan stap voor stap deze enorme transitie aangaan. Okay. Geen windturbines in de buurt van de woonwijk Molenvliet of bij de Reijerskop. Want windturbines horen niet in de buurt bij woonhuizen, maar op zee. En ten opzichte van kernenergie, wij zijn inderdaad heel positief staan we tegenover kernenergie. Omdat het gewoon nodig is om daarmee de klimaatdoelstellingen te halen. Het waait niet elke dag en de zon schijnt niet altijd. Dus wat dat betreft kom je er niet zonder kernenergie. Het is wel zo dat de traditionele kerncentrales zoals we die nu kennen en zoals bij Borselen staat, daar is het niet heel logisch om dat in Woerden neer te zetten, omdat dat ook afhankelijk is van koelwater. Dus er zijn nu ook plekken waar de overheid naar kijkt, dat is aan de kust. Maar de techniek die is natuurlijk volop in ontwikkeling en voor de langere termijn wordt er ook gewerkt aan hele kleinschalige kerncentrales die met nieuwe technieken werken. En daarvan zou het wel denkbaar kunnen zijn dat op termijn inderdaad in de regio daar ook een centrale van komt. In ieder geval liever dan het hele groene hart vol met windturbines. Okay. Ja, het belangrijkste is denk ik wat we in Woerden nu kunnen gaan doen. Wat Simone ook zegt, dat we haalbaar en betaalbaar gaan overstappen op schone energie. Zien. Wat ons betreft doen we dat dus niet met die grote windturbines. Daar zeggen we, die moeten we gewoon niet willen. Maar wel door het vol inzetten op het isoleren van huizen en het volleggen van daken met zonnepanelen. Er is nog ongelooflijk veel dagoppervlak in Woerden waar nog geen zonnepanelen op liggen. En wij zeggen, laten we daar nou een grootschalig plan voor maken.
gemeente heeft altijd de mond vol van participatie. En dan wordt er zo'n traject opgezet en dan ontvangen een paar mensen een uitnodiging om in een klankbordgroep te zitten. Maar er zijn ook heel veel mensen die geen tijd hebben om daarin deel te nemen of misschien niet gevraagd worden. En waar wij als VVD wel voor staan is dat je realiseert dat participatie, een onderzoekje dat de gemeente doet, niet altijd weergeeft hoe heel Woerden erover denkt. Dat is een belangrijke afweging die wij als politiek continu voor ogen moeten houden. Maar het wordt wel vaak zo gepresenteerd, ook door het college, van nou ja, er is geparticipeerd, dus dit is wat Woerden wil. En daar moet je denk ik heel erg voor oppassen. Te meer, en dat heeft Simone van dichtbij meegemaakt. Omdat er ook participatieprocessen zijn waar heel veel inwoners zich toch niet gehoord voelen. Of het idee hebben dat van tevoren al vaststaat wat de uitkomsten moet zijn. En dat is dan wel lastig als je als inwoner wordt uitgenodigd om mee te praten, maar je eigenlijk niet mag zeggen wat je er echt van vindt. Dus dan moet je daar ook heldere kaders aan de voorkant over meegeven. Want dit is waar een inwoner over mee mag praten. Maar ja, de participatie moet dus wel echt beter. Als je dan zegt als politiek, we gaan met inwoners in gesprek en ze mogen participeren. Dat is niet, we vragen u om uw mening, maar dan mag je echt meedenken. Ja, dan moet je dat ook zo breed mogelijk doen. Maar als de politiek dan zegt, ja, dat mag niet, dat bepaalt dan de meerderheid. Dan moet je daar ook heel duidelijk over zijn. En niet de indruk wekken van, ja, u mag erover meepraten. U mag meepraten, maar dat je dan aan tafel alleen een presentatie krijgt over wat het plan van het college is. Want dan voel je je als inwoner natuurlijk behoorlijk in je hemd gezet. Wij zijn ook fel voorstander van een oostelijke randweg om Woerden heen. Je moet wel kijken hoe je die goed gaat neerleggen, maar we zien wel dat die echt nodig is. Om ervoor te zorgen dat je in Woerden gewoon niet in de file staat als je van Waterrijk naar Molenvliet moet. Dus daar moet echt wat gaan gebeuren. Tegelijkertijd ook verkeersveiligheid is voor ons een heel belangrijk punt, dat we gevaarlijke situaties, nou daar is de Steinhagenseweg ook weer een heel goed voorbeeld van, dat we die gaan aanpakken samen met de inwoners. Over de financiën, in Woerden-West is er natuurlijk ook heel lang overlast geweest van te hard rijdende auto's op de Rembrandtlaan. Heel veel file op de Boerendijk, geluidsoverlast en dus ook uitstoot. Dus we zijn blij dat die Rembrandtbrug er komt. Maar het is een beetje een mythe, moet ik eerlijk zeggen, dat nou de financiële strop voor de gemeente Woerden zou worden. Het is waar dat de Rembrandtbrug doordat de grondstofprijzen en dergelijke duurder worden, ook wat meer gaat kosten. Dus daar moeten we goed naar kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar we kunnen de brug prima betalen. Het is ongeveer 1 miljoen per jaar op een begroting van 130 miljoen. En aan het sociaal domein ter vergelijking geven we 50 miljoen per jaar uit. Dus daar zou je bijna 50 bruggen van kunnen betalen per jaar. Dus de financiën zijn echt niet op orde. En als het aan ons ligt, gaan we daar ook echt wel orde op zaken stellen. Maar wij staan in het algemeen natuurlijk voor zo laag mogelijke woonlasten. De hondenbelasting is een vrij vreemde belasting. Als je een kat hebt, dan hoef je het niet te betalen. Dus we hebben wel gezegd, van als we die kunnen afschaffen, dan gaan we dat doen. Maar het allerbelangrijkste is dat de OZB, de belasting op een eigen huis, of als je huurt, dat die laag blijft. Want die is in de afgelopen 4 jaar, jaar na jaar verhoogd. In tegenstelling tot de beloftes die de coalitiepartijen eerst hadden gedaan. Dus wat ons betreft gaan we het gewoon echt anders oplossen door als gemeente zuinig te zijn. Huis, een verkiezingsdebat. Gastheer is de gemeente. Alle Woerdense partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn daarbij aanwezig. RPL zendt het debat live uit op tv.